Ik ben Albert-Jan Kruijter, een van de oprichters van het Instituut voor Publieke Waarden. Goedendag, mijn naam is Albert-Jan Kruijter. Ik wil het graag met u hebben over de kansen van de decentralisaties. De decentralisaties worden veel bekritiseerd en wellicht is dat terecht, ze bieden ook kansen. We kunnen namelijk maatwerk gaan leveren voor mensen die dat echt nodig hebben. Ik werk voor het Instituut voor Publieke Waarden en wij doen onderzoek naar waar de overheid terugtreedt. En waar de samenleving dat wat er achterblijft niet automatisch oppakt, zo kwamen wij een gezin tegen met een paar maanden huurachterstand. Die werden door de woningbouwcoöperatie uit hun huis gezet en de ouders kwamen in de crisisopvang terecht. Daar konden de kinderen niet blijven en werden uit de crisisopvang geplaatst door bureau jeugdzorg. Dit gezin was na een half jaar ongeveer 100.000 euro aan maatschappelijke kosten verder. 100.000 euro waar we ze beter van hadden kunnen helpen. Of aan andere zaken hadden kunnen aanwenden. In ieder geval is het te veel en konden we ze beter helpen. En daar ligt precies de kans voor die decentralisaties in het leveren van maatwerk. Hoe zijn we eigenlijk bij die decentralisaties terechtgekomen? Ooit, 100, 150, 200, 300 jaar geleden, was Nederland heel decentraal georganiseerd. Eigenlijk deden we alles in de steden. En als Den Haag beleid wilde maken, moest Den Haag naar de steden met de pet rond om geld te vragen. Maar vanaf Torbekken, vanaf de jaren 50 naar de Tweede Wereldoorlog, de jaren 60, zijn we steeds meer vanuit Den Haag gaan regelen. De overheid is steeds centralistischer en bureaucratischer geworden. Tegelijkertijd is de samenleving steeds individualistischer geworden. En die twee hebben elkaar versterkt. Want hoe meer de overheid zorg droeg voor zorg, Sociale zekerheid, andere vormen van verzorgingsstatelijke arrangementen. Hoe meer burgers individualist werden en zich in hun eigen domein terugtrokken. En hoe meer mensen hun eigen achtertuintje gingen aanharken, hoe meer die overheid publieke problemen ging oplossen. Tot het moment dat dat niet meer te betalen was. Er zijn schattingen dat als we niets doen en gewoon doorgaan op deze voet, iemand met een gemiddelde opleiding in 2040 40% van zijn inkomen aan zorg kwijt is. Dat is niet meer te betalen. Wie 2000 euro verdient, zou dan 800 euro per maand aan zorg kwijt zijn. Dus moet er iets gebeuren. Anders kunnen we in de toekomst de zorg en de sociale zekerheid ook niet meer betalen. En dat hebben ze in Den Haag ook gedacht. Dat begon ongeveer 10 jaar geleden. Later kwam de WMO, de WWB. En het patroon van wat we nu decentralisaties noemen, is eigenlijk continu hetzelfde. Dure onrendabele delen van die verzorgingsstaat... Waar het Rijk geen verbetering meer in kan brengen, hevelen we over naar het lokale niveau, naar de gemeente. En in ruil daarvoor krijgen de gemeente minder budget en schaffen we het recht op zorg af. En als die gemeenten daar dan niet voor zorgen dat die individualisten weer burgers worden en meer voor elkaar gaan doen, dan halen ze die bezuinigingen niet. Dus waar we ooit centralistisch, bureaucratisch en individualistisch waren, is het de bedoeling dat we nu op lokaal niveau weer. Burgerschap gaan ontwikkelen. Of dat gebeurt, is maar de vraag. Wat ik wel weet, is dat het kansen biedt voor jeugdbeschermers, maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners, omdat we nu dus maatwerk kunnen leveren. Maar dat is geen sinecure, want de andere kant van de medaille van maatwerk heet willekeur. En we hebben juist de rechtsstaat verzonnen om willekeur te voorkomen. Als we kijken naar de Amerikaanse rechtsfilosoof Dworkin, dan heeft hij een aardig en eenvoudig model om het verschil tussen de standaard- en maatwerk uit te drukken. Hij gebruikt namelijk de metafoor van de donut. Nu zullen Amerikanen wel vaker de donut als metafoor gebruiken. Dworkin past hem toe op discretionaire ruimte, de ruimte die ambtenaren hebben om maatwerk te leveren. Het deeg van die donut, dat zijn de regels, de wetten, de protocollen, de procedures, het WMO-overstrekkingenboek. Het protocol aandachtsgroepen, maar die ruimte in die donut heb je altijd nodig om het in ingewikkelde gevallen regelgeving effectief te laten zijn. Nu is het zo dat wij in Nederland elkaar hebben aangeleerd, op school, in de praktijk, om op het deeg te blijven rondlopen. Wie de regeltjes volgt, is een ultieme professional. Wie het verstrekkingenboek volgt, is een ultieme professional. Regelgeving is altijd het belangrijkste geweest. En nu we merken dat het daardoor te duur geworden is, zeggen we ja, die professionals moeten ruimte pakken. Moeten lef hebben. De vraag of lef een professionele competentie is, wordt nauwelijks gesteld. Hoe je dan ruimte moet pakken, wordt nauwelijks gezegd. Professionals die we jarenlang getraind hebben in het volgen van het protocol, moeten nu ruimte pakken. En de kans is dat er daardoor juist willekeur ontstaat, omdat we ze dat niet geleerd hebben. Nu is de vraag wanneer. Is iets maatwerk? En wanneer is iets willekeur? Wanneer mag je afwijken van het degen en de ruimte benutten? Wij denken dat we daar een nieuw afwegingskader voor hebben. En het afwegingskader bestaat uit drie waarden. Eén van die drie waarden, rechtmatigheid, hadden we altijd al. Die hoort bij die centraliserende en bureaucratische overheid. We wilden gelijk behandeld worden. En dat heeft geleid tot de waarde rechtmatigheid. En rechtmatigheid heeft geleid als waarde tot protocol en procedures. Maar de laatste tien jaar zijn daar twee hele belangrijke waarden bijgekomen. Ten eerste moeten zaken goedkoper, en ten tweede moeten mensen meer zelf doen, eigen kracht en efficiëntie zouden we dat kunnen noemen. In plaats van één dominante waarde, rechtmatigheid, hebben we er nu dus drie. En het moet goedkoper. En wat kunnen mensen zelf eigenlijk? En wij denken dat we die waarden meer tegen elkaar moeten afwegen in plaats van één van die drie rechtmatigheid dominant te laten zijn. Sterker nog, wij komen in de praktijk vaak tegen, zoals het gezin waar ik dit verhaal mee begon, dat de regeltjes perfect gevolgd worden. Maar dat dat juist duurdere oplossingen oplevert en dat het de eigen kracht vernietigt. Dat komt omdat die twee waarden het moet goedkoper. En wat kunnen mensen zelf eigenlijk? Nooit verdisconteerd zijn in die protocollen omdat we toen die protocollen maakten, waren die twee waarden niet belangrijk. Dus zien we nu vaak wie het protocol volgt, produceert iets duurders. En mensen krijgen zelf de kans niet meer om hun eigen leven in de eigen hand te nemen. Laat ik nog een voorbeeld geven. Wij kwamen een jongen tegen die is zijn ouderlijk huis. en ging in een andere stad wonen bij een vriend. Daar mocht hij logeren. Hij gaat naar die gemeente om zich in te schrijven. Bij die gemeente, omdat hij daar wil blijven wonen. Maar die gemeente zegt: Joh, je hebt geen werk en je hebt geen opleiding, dus we schrijven jou niet in, want dan ga je een uitkering aanvragen. Wij schrijven je alleen in als je hoge nood hebt. Nou, oh, zei die jongen: Ik heb hoge nood. Ja, zegt die gemeente: Dat bepaal jij niet, daar hebben we een protocol voor. Wij schrijven je alleen in als je tien nachten per maand in de daklozenopvang gaat slapen. Nou, die jongen slaapt daar een nachtje en denkt: Nou, dit is mijn plek niet. Ik ga wel bij mijn vriend logeren, maar ja, dan kan ik me niet inschrijven, maar dan maar niet. Dat hij daardoor überhaupt geen opleiding kan volgen of een baan kan vinden. Dat zei dan maar zo. Terug naar die driehoek. Wat doet die gemeente hier? Die gemeente scoort een 10 op rechtmatigheid. Die volgt het protocol. Maar dan hebben we nog een waarde, zeiden we net. Het moet goedkoper. 10 nachten in die dakloze opvang kost ongeveer 3600 euro per maand. Een uitkering voor een 18-jarige is ongeveer 800 euro per maand. Dus de gemeente produceert daar een oplossing die 2800 euro duurder is per maand. Omdat ze het goedkoper willen maken om hem geen uitkering te geven. Geven ze uiteindelijk 2800 euro meer uit. Uiteindelijk heeft de jongen zelf op eigen kracht in zijn sociale netwerk samen red, samen een oplossing gevonden met een vriend. Dan mag hij wonen. Die oplossing maakt die gemeente onmogelijk omdat hij 10 nachten die, die dakloze opvang in moet. En wat had die dakloze opvang gezegd als hij daar had aangeklopt? Zou je niet eerst eens bij een vriend gaan logeren? Dit is precies wat wij bedoelen. Als we die drie waarden gemeenschappelijk hadden benaderd en deze casus daarvan uit hadden bekeken, dan hadden we gezegd: wacht even. We kunnen het goedkoper doen. En we moeten het goedkoper doen, anders gaat de verzorgingsstaat failliet. We kunnen op deze oplossing 2800 euro besparen als die jongen bij zijn vriend mag logeren en ingeschreven wordt. Bovendien kunnen we de eigen oplossing van die jongen in zijn sociale netwerk. Hij heeft zelf een adres gevonden en een, uh, een huis waar hij mag wonen, kunnen we honoreren. Maar dat betekent wel dat we iets moeten afwijken van de protocollen die we ooit zelf geformuleerd hebben. Kortom, in dit geval scoort de gemeente een 10 op rechtmatigheid, een 2 op het goedkoper doen en een 2 op de eigen kracht van de jongen. Laten we er drie keer een 7 van maken. Laten we proberen de waarde rechtmatigheid, legitimiteit. Andere kant, het moet goedkoper. En aan de andere hand eigen kracht. Laten we die met elkaar verbinden. En wat wij nu zeggen als hulpverleners erin slagen om een plan voor een gezin te maken, het bevaamde één gezin, één plan. Een budget, wellicht. Waar deze waarden in balans zijn, dan mag je de ruimte van die donut benutten. Dan mag je afwijken van de standaard en maatwerk leveren. En dan kun je maatwerk ook legitimeren. Want het verschil tussen willekeur en maatwerk is dat je maatwerk legitimeert. En dat kun je aan de hand van die driehoek doen. Dus je kan aan de hand van die driehoek laten zien: ik heb het goedkoper gedaan, het was een eigen plan van het gezin. Ja, en daarvoor moeten we soms afwijken van die protocollen waar we vroeger altijd een tien op wilden scoren. Ik vind het om verschillende redenen van belang. Ten eerste ben ik ervan overtuigd dat als mensen die dagelijks in de zorg, in de sociale zekerheid, in de schuldsanering, wijkagenten wellicht, buurtconcertjes... als die mensen die daar dagelijks werken het niet voor elkaar krijgen om legitiemer, goedkoper, te werken en tegelijkertijd meer betrokkenheid te genereren bij mensen, dan lukt die participatiesamenleving niet. Dan kan het in hoofden van beleidsmakers en politici al lang voor elkaar zijn, als we het in de uitvoering niet voor elkaar krijgen, dan kunnen we net zo goed direct mee stoppen. Ik hoor het u al zeggen. Ja, maar als we één gezin op deze manier gaan helpen, dan willen ze dat allemaal. Als via deze driehoek één mevrouw een traplift krijgt, dan gaan ze die allemaal eisen. Ik denk niet dat dat het geval is. Dat is oud Denken. Dat is denken wat hoorde bij gelijke gevallen gelijk behandelen. Denken dat hoort bij rechtmatigheid, bij die protocollen, waar iedereen hetzelfde was. De verzorgingsstaat van de toekomst gaat niet om het gelijk behandelen van gelijke gevallen, maar het ongelijk behandelen van mensen naarmate ze verschillen. En dat zegt de grondwet net zo goed. Dus er zal geen gezin, er zal geen huishouden, geen moeder, vader of misschien niet eens kinderen zijn die gelijk scoren op die driehoek. En dat is echt maatwerk leveren. Niet alleen richting je teamleider of richting de gemeente die je betaald kunnen legitimeren. Waarom vooral mevrouw X wel en mevrouw Y niet? Maar ook richting die mensen zelf. Het zal echt niet van vandaag op morgen in één keer geregeld zijn. Maar ik denk dat we moeten accepteren ten eerste dat het goedkoper moet. Ten tweede, dat dat niet betekent dat we legitimiteit en rechtmatigheid allemaal opgeven, maar dat we andere waarden daar ook bij accepteren. We moeten zuiniger met ons geld omgaan en we moeten mensen meer laten doen. En vooral in de balans van die drie zal de toekomst van de verzorgingstaat ontstaan. Als wij als burgers er in staat zijn om te accepteren dat we ook in de toekomst ongelijke gevallen moeten behandelen naarmate ze verschillen. Dank u wel.